Dit verhaal begint een lange tijd geleden, op 8 mei 2001, toen vlak voor de middag een bank werd overvallen in Sint-Niklaas, België. Twee verdachten wisten met succes 1 miljoen Belgische frank te stelen. Dit is tegenwoordig ongeveer 25.000 euro. In diezelfde maand zouden er nog verschillende andere overvallen plaatsvinden in heel België. De maanden juni en juli zouden relatief rustig zijn met slechts één gerapporteerde bankoverval. In de daaropvolgende maanden, augustus, september, oktober en november, was er echter weer een toename van het aantal bankovervallen in heel België, maar ook in Frankrijk. Wie was hier verantwoordelijk voor? De Belgische politie zag in dat dit een serieus probleem werd en besloot eindelijk wat meer moeite te doen om de mogelijke verdachten op te pakken. Toen werd een overval in Noorderdijk door meerdere camera's vastgelegd. De beelden werden getoond in een tv-programma dat misdaden in heel België bespreekt. in de hoop tips van het publiek over de mogelijke verdachten te verzamelen. Het hielp. Na meerdere tips werden twee verdachten van 19 en 20 jaar gearresteerd: de verdachten Majid Kasmi en Hamza Yazenazni. Grappig genoeg werd Majid gearresteerd. toen hij onder een valse naam een uitkering probeerde aan te vragen in Antwerpen. Tijdens zijn verhoor probeerde Majid te ontsnappen, ook al had hij handboeien om. Het lukte niet, maar hij kreeg meteen het label van vluchtgevaarlijk opgeplakt. Een zeer passende benaming gezien wat er later zou gebeuren. Naarmate het onderzoek naar de twee voorderde, ontdekte de politie dat deze twee jonge jongens geen onschuldige beginnelingen waren. Deze twee waren serieuze criminelen. Tijdens één overval gijzelden ze zeven mensen, waaronder een kind van net zeven jaar. Het zag er niet goed voor ze uit. Maar in 2002 stonden ze plotseling op het punt om als vrij man naar buiten te lopen door een procedurefout. Eind augustus 2003 werd deze fout echter hersteld en werden ze alsnog vervolgd. Maar toen gebeurde er iets onverwachts. Majid wist te ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout. Maar dat lukte hem niet alleen. En hier komt de 20-jarige Ashraf Sekaki om de hoek kijken, die in dezelfde gevangenis zat. Op dat moment was Ashraf zelf al een bekende gewelddadige overvaller. Die op zijn jonge leeftijd vaak in de problemen kwam met de politie. Toen hij 16 was, hield hij eens een vuurwapen tegen het hoofd van een vrouw, terwijl haar vierjarige zoontje naast haar zat. Tijdens een andere overval eiste hij de paspoorten en persoonlijke gegevens van zijn gijzelaars en zei: Eens kijken waar jullie wonen, dan kom ik zeker nog eens langs. Deze man kende geen genade. De twee hadden samen meer dan 40 misdrijven op hun strafblad staan. Nu, terug naar de ontsnapping uit de gevangenis. De twee waren relatief eenvoudig ontsnapt via de fitnessruimte van de gevangenis. Medegevangenen hadden een ladder achtergelaten die de twee gebruikten om over de gevangenismuur te klimmen. Een andere handlanger had een auto achtergelaten met de sleutels erin dicht bij de gevangenis, zodat de twee konden vluchten. Zo makkelijk ging het dus. Het was ook niet Ashraf's eerste ontsnapping. Toen hij 16 was, was hij al meerdere keren ontsnapt uit de jeugdinstelling waar hij vast zat. Je zou denken dat de twee het na een ontsnapping een tijdje rustig aan zouden doen. Maar nee, ze gingen meteen weer verder. De politie wist dat het slechts een kwestie van tijd was voordat de twee weer zouden toeslaan, waardoor ze hun inspanningen verhoogden om ze zo snel mogelijk te vinden. Eind november 2003 werden vier vrienden van Ashraf gearresteerd omdat ze hem en Majid zouden hebben geholpen om uit de gevangenis te ontsnappen. De vier mannen werden ondervraagd in de hoop informatie te krijgen over zowel Ashraf als Majid. De ondervragingen leverden niets op, behalve het vermoeden dat de twee mannen naar Marokko waren gevlucht. Het moet gezegd worden dat na hun arrestatie en later het vermoeden dat ze in Marokko waren, het aantal overvallen in België aanzienlijk is afgenomen. Dit was dan ook precies de reden dat de politie wist dat ze eind december en begin januari weer in de stad waren, omdat het aantal overvallen op kleine banken in heel België weer toenam. De politie liet de slachtoffers van de overvallen twee foto's zien. één van Ashraf Sekaki en een van Majid Kasmi. Unaniem zeiden ze: We zijn er 100% zeker van dat dit de overvallers zijn. De twee gingen dus weer verder met waar ze goed in waren. Nadat ze de Aksa-bank in Brecht, een stad in de buurt van Antwerpen, hadden overvallen, werden ze bijna weergepakt. De twee reden weg terwijl ze achtervolgd werden door de politie. Hun auto crashte, waardoor ze een andere auto kaapten. De politie loste schoten in een poging hen te stoppen, maar het mocht niet baten. De mannen wisten te vluchten. Hoeveel geluk kun je hebben? Majid zou op 11 januari 2004 in Amsterdam worden gearresteerd en Ashraf één maand later in februari in Borgerhout, België. Op 6 maart 2004 werd Majid vervolgd voor de overvallen die hij samen met Hamza Yaznazni pleegde in 2001. De aanklagers eisten een straf van 23 jaar voor hem. Officier van Justitie Marianne Capella was duidelijk in haar houding tegenover Majid en was recht door zee: Je bent een roofdier dat alleen op instinct handelt. Leugens zijn het enige wat je vertelt. Overvallen, inbraken, autodistal, je bent overal bij betrokken. That would... Tijdens gesprekken die zijn afgeluisterd tussen jullie twee, kunnen we jullie horen zeggen dat de verzekering de schade zou dekken. Hoe zit het met de emotionele schade voor de slachtoffers? De slapeloze nachten en flashbacks, dat is iets wat de verzekeringsmaatschappijen niet kunnen vergoeden. Je haalde de trekker over tegen het hoofd van een slachtoffer en gijzelde een zevenjarige. Het is tijd dat je betaalt. Je zou opgesloten moeten worden, zodat je niet nog meer levens kunt ruïneren. Je verdient geen tweede kans. Je verdient de maximale straf. Majid's advocaat Philippe Carcao sprak Marianne tegen door te zeggen dat. Majid was nog een kind en had slechts een IQ van 75. Hij ging verder met zijn verhaal. Dat zo'n laag IQ vaak als zwak begaafd wordt beschouwd en dat Majid niet beter wist. Al op 14-jarige leeftijd begon hij auto's te stelen en sindsdien is hij niet meer gestopt met stelen. Het interessante weerwoord van zijn advocaat kan geholpen hebben. Want begin april 2004 werd Majid veroordeeld tot 14 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en nog eens 10 jaar voorwaardelijk met strenge regels. Dit was niet de maximale straf. Majid ging zelfs in beroep tegen de straf en kreeg het uiteindelijk teruggebracht tot 13 jaar gevangenisstraf. Maar dat was nog niet alles. Hij moest ook nog veroordeeld worden voor alle overvallen die hij samen met Ashraf Sekaki pleegde. Majid kreeg 14 maanden extra op zijn 13-jarige gevangenisstraf. Ashraf gaf alles toe en zei lachend: Ik betwist niets. Hij werd veroordeeld tot een straf voor onbepaalde tijd, die wordt gegeven aan mensen die een geestelijke stoornis of een verstandelijke beperking hebben, waardoor ze hun daden onvoldoende onder controle hebben. Zoals ik al zei, deze straf is voor onbepaalde tijd en kan dus levenslang zijn, waardoor de vervolgde persoon geen vooruitzicht heeft op wanneer hij weer vrij zou kunnen zijn. Een van de redenen van deze zware straf was dat Ashraf na zijn ontsnapping uit de gevangenis Kalasnikovs, Uzis en een raketwerper probeerde te kopen. Hij vertoonde tekenen die de aanklagers ernstig verontrusten. Als ik wil ontsnappen, dan ontsnap ik. <laughs> Wacht maar, had Ashraf gezegd toen hij in de gevangenis zat en dat deed hij. Op 23 juli 2009 bezocht een vrouw genaamd Kelly Verstraten Haley Promotions in Dixmuiden, België. Helipromotions was een bedrijf dat helikoptertours aanbiedt aan mensen. Kelly zei dat ze haar Marokkaanse vriend wilde tracteren op een reis en vroeg specifiek om een gevangenis van dichtbij te zien. Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er toen gebeurde. De rondleiding stond op het punt te beginnen: toen Lao Sin el naar piloot Ludwig Lowagi toe liep en een pistool tegen zijn hoofd zette. Hij dwong hem weg te vliegen en de helikopter op de binnenplaats van de gevangenis te laten landen. Er ontstond chaos in de gevangenis toen Abd al-Haq, Melur Qayyadi, Mohammed Jordi en natuurlijk Ashraf Sekaki in de helikopter sprongen. Toen deed zich een ernstig probleem voor. Er waren zes mensen aan boord van de helikopter waardoor er problemen ontstonden met opstijgen. Zes mensen waren gewoon te zwaar. Op dat moment nam Ashraf een harde, zakelijke beslissing. Hij gooide Sin al-Hadouchi, de man die de helikopter had gekaapt, eruit. Terwijl de helikopter vertrok, werd Lausien op de binnenplaats gearresteerd en schreeuwde meteen dat hij zelf ontvoerd was. Ashraf en de anderen vlogen weg in de richting van Brussel. Hij zei tegen de piloot Ludwig: Als je kan blijft en ons laat ontsnappen, zal je niets overkomen. Onderweg naar Brussel besloot Ashraf zijn plannen te wijzigen. De politie van Brussel had een high-tech helikopter die de helikopter waarin ze zaten gemakkelijk kon achtervolgen. Ze besloten ergens in een groot grasveld bij de A40 in Aalter te landen. Ze renden naar een weg waar ze verschillende auto's probeerden te kapen, wat niet lukte. Toen slaagden ze erin een vrouwelijke bestuurder aan te houden en kaapten haar auto. Ze reden weg en wisselden nog twee keer van auto, waardoor ze onvindbaar werden. De politie startte een groot onderzoek en kwam er meteen achter dat Kelly Verstraten eigenlijk niet Kelly Verstraten was. Het was Leslie Dekkers, een Belgisch meisje dat zich bekeerde tot de islam en de vriendin was van Mohammed Jordi. Tijdens een inval in haar huis vond de politie bewijs dat zij het brein achter dit alles was, hoewel ze haar niet konden vinden. De drie mannen vluchtten naar Amsterdam, waar ze zich in een hotel verborgen hielden. Ze hadden niet veel geld meer bij zich. Dus wat besloten ze te doen? Nou, wat ze het beste kunnen: namelijk het beroven van banken. Ze beroofden vier kleinere banken in België, wat hen meer dan 100.000 euro opleverde. Interessant genoeg gebruikten ze Leslie's auto. Ze deelden de buiten en gingen ieder hun eigen weg, maar met één doel voor ogen: Marokko binnenkomen. Ashraf en Mohammed slaagden daarin, ondanks het feit dat ze internationaal gezocht werden. Abdelhak slaagde daar niet in, nadat hij argwaan had gewerkt door te reizen met 20.000 euro in contanten en een slecht vervalst vals paspoort met een foto die niet op hem leek. Hij werd op 3 augustus, een paar weken na de ontsnapping, gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. Hij was echter niet de enige die gepakt werd. Kort daarna werd Mohammed op 6 augustus in Marokko gearresteerd. Ashraf slechts drie dagen later, ook in Marokko. En Leslie werd op 11 augustus in België gearresteerd. Ze gebruikte nog steeds dezelfde auto als voor de ontsnapping, wat haar locatie verraadde. Niet erg slim. Omdat er geen uitleveringsverdrag was tussen Marokko en België, werden Mohammed en Ashraf in Marokko vervolgd. Ashraf werd opgesloten in Ouida. En misschien voel je het al aankomen. Ja, hij wist opnieuw te ontsnappen. In november 2010 wist hij te ontsnappen dankzij de hulp van zijn broer, Oualid. Het was deze keer echter minder spectaculair en het duurde maar heel kort. Ashraf werd al na een paar uur opnieuw gearresteerd. Weet je nog wat hij zei? Als ik wil ontsnappen, dan ontsnap ik. Wacht maar, hij loog niet. Hij werd uiteindelijk vervolgd tot 12 jaar gevangenisstraf. Zijn gevangenisstraf weerhield hem er echter niet van om nog steeds betrokken te zijn bij criminele activiteiten. Maar daarover later meer. Mohammed werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Abdelak tot 6 jaar. Medeplichtige Leslie kreeg 5 jaar, waarvan slechts 2 onvoorwaardelijk. Ze vertelde dat ze meewerkte omdat ze verliefd was. Haar advocaat zei dat ze een blinde liefde had voor grote criminelen. De kaper die door Ashraf uit de helikopter werd geschopt, Lausine, herinner je, je hem nog? Hij werd veroordeeld tot vier jaar, waarvan twee onvoorwaardelijk voor zijn rol. Tot zover het helpen van je vrienden. De helikopterontsnapping veroorzaakte een belangrijke verandering. Elke Belgische gevangenis heeft nu kabels over de binnenplaats gespannen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Terug naar Ashraf. In de gevangenis was hij nog steeds betrokken bij criminele activiteiten. Samen met zijn vrouw, Saida B., chanteerde Ashraf gevangenisbewakers en kocht ze om. Op die manier kon Ashraf een beter gevangenisleven leiden. Hij kreeg een telefoon, beter eten, nieuwe kleding en werd ook van tevoren ingelicht als er celdoorzoekingen zouden worden gehouden. Hij liet ook 40.000 euro voor een witwassen in België, die hij in de gevangenis kon uitgeven. En tot slot heeft hij in België ook een verzekeringsfraude opgezet met als doel veel geld te innen, zodat hij een uitbundige levensstijl kon leiden terwijl hij in de gevangenis zat. Hiervoor is hij veroordeeld tot vier jaar extra gevangenisstraf. Het lijkt wel of hij het nooit leert. Dit was het verhaal van Ashraf Sekaki, een van de meest beruchte gevangenisontsnappers van België. Als je van deze video hebt genoten, laat het me dan weten in de comments. Want ik heb met deze opzet iets nieuws geprobeerd. Laat zeker een like achter en abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer!